En zo dadelijk zullen we samen een glas heffen op de overwinning van Yin en op deze expeditie. Maar eerst nog even iets anders. Want zoals gezegd, en nu krijg ik het moeilijk, hebben we wel een winnaar, maar we hebben ook iemand verloren. Ernst Paul was hier maar wat graag bij geweest. En hij heeft vanaf de eerste reeks in 2000 zowel voor als achter de schermen enorm veel voor dit programma betekend. En daarom ook dat we deze finale afsluiten met een eerbetoon aan de man die voor mij de enige echte Robinson was. Ernst Paul Hasselbach. Het is de vijfde dag van de expeditie. De eilandbewoners zijn begonnen het bouwen van een kamp om zich te beschermen tegen de insecten en de regen. Eén op het eiland Sribuat en één op het eiland Sembilan. Maar na een hevige storm blijft er van die kampen niet veel over. Team Noord, Team Zuid. Zijn we er klaar voor? Ja. 3, 2, 1, go! Smaakt het lekker? Even rustig, want dit was het voorafje. Nee, blijf even staan. De hele taart. Ilona, gaat het alweer een beetje? Ja, hartstikke goed hoor. Niks gebeurd. Niks gebeurd. Daar, aan de andere kant van die berg, ligt kamp Teluk, jullie einddoel. Als je erin slaagt om daar binnen een uur te komen, zit je helemaal terug in de expeditie. Hey. Zo, welkom allemaal in de Filipijnen. Zo is het. Voor iedereen. Yes.